Yo mensen, vandaag een hele vette pack opening. Waar ik ontzettend veel Team of the Season specter. Ja, er zijn veel pack openings de laatste week op mijn kanaal. Maar weet je, het Team of the Season is nu uit. En ik heb een hele erge pack verslaving. En ja, verslavingen, shit. Ik moet echt afkicken. Ik ga jullie ook nog wat vertellen over mijn woensdagavond streams en ik laat jullie de highlights zien van vorige week. Maar alles na de intro. Ben je op zoek naar goedkope FIFA 15 Ultimate Team Coins? En ja, dan bedoel ik ook echt goedkope. Deze shit is echt de helft van de prijs van mijn vorige sponsor. Maar check dan fifacoinsnl.com en de link in de beschrijving. En gebruik die code LUCKYGRAAF. En maak kans gedurende de Team of the Season je aankoopbedrag terug te krijgen. Ja, wat jullie zo meteen gaan zien zijn de highlights uit mijn pack opening of uit mijn livestream. Waarin ik packs opende van vorige week woensdag. De packs zijn te sick gewoon. Ik kan sowieso wel zeggen, willen jullie nou vaker stream highlights zien voor als ik een livestream heb gedaan? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Laat even een comment achter, zodat jullie mij laten weten, ja, dat jullie het leuk vinden. En zoals ik al zei, ik had het over livestreams. Ja, livestreams. Elke woensdag als het Team of the Season uitkomt, ben ik namelijk live op twitch.tv/LuckyGraafNL. De link staat in de beschrijving. Want elke woensdag, en hey, als je dit kijkt op de dag van uploaden, is het woensdag, namelijk woensdag 3 juni, als je het meteen kijkt. Dus dat betekent vanavond weer een stream. Ja, dat klopt. Als het goed is, komt er vanavond weer een Team of the Season uit. Of eigenlijk is dat gewoon zeker, want dat is elke woensdag. Dus ja. En zoals jullie waarschijnlijk zullen weten, op PlayStation, waar ik op speel, komt de Team of the Season elke woensdag om 11 uur in packs. Dus, zoals afgelopen twee weken en ook vandaag, ga ik vanaf 10 uur streamen. Dat kan ik nu alvast vertellen. En dan ga ik ook weer gewoon Team of the Seasons proberen te packen. Ik ga packs openen en allerlei shit wat je altijd doet in livestreams. Wil je nou precies op de hoogte blijven wanneer ik begin? Op het moment dat ik live ben, echt meteen, upload ik dan een video van 10 seconden van, ik ben nu live op Twitch.tv. Nou ja, dan weet je dus dat ik live ben. Kun je me ook nog volgen op Twitter en dan tweet ik altijd gewoon 100 keer van, ik ben live. En dan die link, dus dan ja. En verder kun je nu al naar mijn Twitch pagina gaan en daar heel de dag blijven zitten. Maar ik denk dat dat niet echt slim is. Of je gaat gewoon naar die pagina en drukt op follow en je krijgt een mailtje als ik live ben. Dat kan ook. En wat we nu in deze video nog rest is, ja, gewoon de packs van vorige week. Vorige week woensdag in de stream. Kun je een beetje zien hoe zo'n stream gaat. En ik hoop jullie vanavond allemaal bij die livestream te zien. Dus rond een uurtje of 10. Rond een uurtje of 10 op Twitch. En dan wens ik jullie nu veel plezier bij de highlights van vorige week. Die prank van de oh, hey, what the fuck? Ik pack Roberto. Is hij weer hier op te zien? Nee, hij is. Nee, Robby, ben je nou echt zo moker? Oh, ik. Oh, het is pas 10:30. Nee, maar Robby. Ja. Dit is overlap, hè? Dit is overlap. Moet voor je donatie. Je nu ben ik. Hoezo? Oh, ik heb een donatie. Dus dat is waarschijnlijk nog steeds zo meteen. Hij is zo mokers donder. Robby, tot 2 uur is er overlap straks. Dit meen je niet. Ja. Dus dan kan je ze... Prank! When you like, when you should put the ring on it, what? Ja, oh ja, ik was het vergeten te zeggen. Maar wanneer je in zo'n stream bent en je zit te kijken, dan zul je horen dat er de nodige vocale inbreng is gedurende de streams. Er wordt van alle kanten gezongen, we schreeuwen ook zo nu en dan door elkaar. Maar dat boeit allemaal geen ene fuck, want dat kan allemaal gewoon. En het is zelfs zo dat Milo een stukje voor ons ging rappen afgelopen stream. I'm a gangster. I'm a straight up. Voor hoeveel heb je hem gekocht? 880k. Waarom? Omdat ik hem nodig heb voor die dag. Oh, Gonalon! Weer een Team of the Season gepakt. Als ik moet even. Wie heb je? Gonalon. Maar ja, die is nog van oude Team lekker, of the Season. Lekker, ook een lonnetje. De energy plicht is ook nog 55%. Oh, game! Pam, 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 let's go! Pam, 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 hey, hey, tegelijk back. Back-to-back, high five, geef high five. Ja, ik heb star. Ik ga vanavond Ronaldo packen, jongens, ik voel het dan alles. Oh ja, die zit er ook nog in. Dat was ik gewoon bijna vergeten. Ik pack Miranda. Miranda is down. Ik merk het toch niet. Ik krijg vanzelf bouwen van deze pack. Welkom bij de Curse of Brabant. Hoe doet jij dat? Hoe doet jij dat? Daar gezeten. Oh, Golassi! Ik doe niet goed. Man. Ik heb 1 miljoen coins gehoopt. Hoe was Golassi? Ja, fuck op, man! Wow, man! Oh, Klein! Die zal de hele week een pack. Ja, weet ik. Dit is een dubbel release, maar toch. Ik heb hem nog niet gehad en toch weer. Heb je hem wel niet gehad? Nee. Wat? Waarom heeft Ivanovic er geen? Ik heb nu Ivanovic. Team of the Season gepakt. 5. Hotse flats. Hier kunnen we een leuk videootje van maken, jongens. Heren, ik ga er vandoor. Oh, back to back, Van Dijk. Wat doe ik? Jongens, Alex Sanchez is nog steeds veel beter. Wow, ik kreeg gewoon ziek van Team of the Season. Ja, wij allemaal. Balvero. Hou fuck op. Ja hoor, ik heb een BPL Team of the Season. Is het Fonte? Ja!
Oh! Guess who? Ik win. Fuck op, man. For fuck's sake! Oh, Matties! Ik zag Steven de Vrij opnieuw. Ik zag 88 reten, dus ik dacht hij is ziek goed. Maar het is Matties, daar baal ik van. Hou uit. Die is nog steeds wel goed, alleen die is al 15 jaar in packs. Ja, dus... maar ik heb hem nog niet gehad. Oh. En ik heb weer een team op de season. Adriaan. Ik ga het raden. Oh. Nee, raad anders. Adriaan. Ik gok. Bas. Bassie. Oh, snel, maak een team met Bas, Dost en Adriaan. Dat is echt wel goed voor de views. Dat is goed voor de views. Bassie en Adriaan. Weer eentje. Austin, back to back. Austin. Austin. Wat een heerlijke uitspraak. Hoe heet hij? Austin of zo? Charlie Austin, ja. Ik denk Austin. Zijn het serieus Austin? Austin. Deze knip ik ook gewoon uit. Dat is stinkende Willems, jongen. Ik zat serieus te denken, wie de fuck is Austin nou? Dat is Austin en Austin. Austin heet hij. Ja, ik verbeter het zelf al, hoor. Weet ik veel. Bellarabi. En we hebben weer een team of the season. Je hebt toch echt al 18 keer gehad of zo, jongen. Oh, weer Gonalon. What the fuck? Nou, dan kunnen we dus weer naar Team of the Season gepakt. En dan passen we dat aan. Naar 11. Ondertussen hoor ik dat kutpiepje in mijn dingen. Ik heb even een koeloe in voor hem. Tussendoor. Bedankt iedereen. Oh, en ondertussen pak ik weer. Oh, jongens, ik heb een Discord-waarde van 12k. Wat zal het zijn? Het is de volgende Van Dijk. Zowel voor de kijkers als voor de mensen van deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Check even Koen, die echt gewoon random om ja. 10:30 s'nachts nog even in mijn stream komt, terwijl dat hij morgen naar school moet. Echt lach hem uit. En Duitsmondeling. Duitsmondeling. Oh, hij heeft morgen Duitsmondeling, hè. Ja. Gewoon wie braucht een baas zeggen. Wie braucht. Zo te zien hebben we 12 Team of Jesus gepakt. Oh, ik doe het naar de verkeerde kant. Ik ben echt een sukkel. Vonden jullie nou leuk dat ik deze highlights heb op YouTube heb gezet? Ja, laat even weten. Laat een like achter, laat een comment achter. Bedankt voor het kijken. En ciao. Doei.